Nou ja, ik ben nu inmiddels bezig met mijn derde, vierde, vijfde, zesde jeugd. En, nou ja, en als je straks echt 80 of 90 bent, ben je al die anekdotes vergeten. Dus ik denk, nou, ik zeg tegen Anton Slotboom, laten we maar gewoon dat boek nu uitbrengen. Speed seduction in a magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen. Ja, dat ik in die party scene stapte had te maken met het feit dat ik Rotterdam, nou, dat was al ver na de oorlog natuurlijk, nog steeds een hele lege stad vond. En ja, de discotheken waren vrij traditioneel. En ik wilde vrijheid, blijheid en ik wilde meer seks in het uitgaansleven. Dat is die Langebach, zegt een jongen tegen zijn vriendin als ze Ted in 1991 bij een tramhalte zien staan. Die man geeft vieze seksfeestjes. Bij hem thuis hangen de zweepjes aan de muur. Hij lokt meisjes naar binnen met seksvideo's. Ja, ja, ja. En hij heeft toen het lef gehad om feesten te geven voor 2, 3, 4.000 mensen. Het werd steeds drukker, steeds extravaganter. Maar in de 80, 90 jaar kon eigenlijk alles in Rotterdam. Er waren nog geen vergunningen nodig. Rotterdam vibreerde. Ze kwamen uit Duitsland, Frankrijk, België naar Rotterdam rijden. De Maastunnel stond gewoon zaterdagavond helemaal vol. Jules, ja, die draaide toen in 93, 94 in de Cruise Terminal. En waarop die zei, Ted, kan die teringherrie house uit, weet je wel. En die vond het echt teringherrie. Maar ja, Jules bleef gewoon doordraaien. Charlie Parker en nou ja, Miles Davis. En op een gegeven moment kreeg je ook wel een soort jazz house. Uiteindelijk is het die verslaving, die mensen bij elkaar brengen en die mensen vermaken, wat hij eigenlijk in zijn jeugd al op zijn negende al probeerde te doen, die zit er nog in en die gaat er nooit meer uit. Dus mensen vragen aan hem, ben je nou niet te oud om dit nog te blijven doen? Ja, voor hem is dat een hele vreemde vraag. Kan ik zonder feesten? Dat is eigenlijk mijn enige verslaving. Ik wil altijd weer creëren, ik wil altijd weer een feest geven. En ja, ik wil het niet bezitten, ik wil het weer overgeven en dan ga ik weer met iets nieuws beginnen.